Coronianen zien de komst van staatsolie in hun district als een mogelijkheid om ontwikkeling te brengen. Staatsoliemaatschappij Suriname NV start binnenkort met seismisch onderzoek en exploratieboringen in het noordelijk deel van het district Koroni. Hiervoor heeft het bedrijf vorige week een informatiebijeenkomst gehad met de bewoners van het district. Een bewoner vertelt blij te zijn met de betrokkenheid en dat Koroni open staat voor de ontwikkelingen die met deze projecten mee zullen komen. De bewoner meent dat de projecten die staatsolie in het kleinste district zal ontplooien een win-win situatie zullen zijn en hoopt dat er meer informatiebijeenkomsten zullen volgen. Nou, staatsolie komt en staatsolie zeg maar, gaat zijn, als het zover is dat ze winbare olie of winbare bronnen hebben, dat ze dan hun activiteiten gaan ontplooien en ook dat de gemeenschap dan ook werkgelegenheid vindt. Omdat we dan nog heel veel aspecten naar buiten moeten brengen, bijvoorbeeld de gronden kwesties. En we willen sowieso duidelijkheid over hoe de dingen zullen geschieden, zodat we niet op het moment dat staatsolie van start moet gaan met hun boringen, dat we hun dan gaan moeten stagneren. We willen eerst goed communiceren met elkaar en we staan er open voor. Uiteindelijk komen we dat tot een besluit. Ook bewoner Mildred Maassen hoopt dat er meer informatiebijeenkomsten zullen volgen. Ze vertrouwt erop dat staatsolie daadwerkelijk ontwikkeling naar het gebied brengt. Maassen deed bij de eerste informatiebijeenkomst een verzoek aan staatsolie om ook te helpen bij andere sociale projecten. Het is nu regentijd, hè? En die kinderen die lopen, er ze gaan. Die kinderen lopen in de gang, maar het lijkt alsof er geen gang is. De reactie van projectmanager op. Hij zegt van, hij kijkt ernaar, maar ik ben een snelle, dus ik handel echt snel. Ja. Dus mijn tempo is hoog, dat weet iedereen. Dus ik heb gelijk gebeld naar de directrice van de OS.net, mevrouw Blackson. Ik zeg, mevrouw Blackson, moest u niet hier zijn? Ze zegt, ze is niet uitgenodigd. Maar ik zeg van, stuur snel een kopie van hetgene wat u al gestuurd had naar staatsolie. En ik heeft het sommige studies, heb ik het overhandigd aan de projectleider van staatsolie. Met het voornemen van staatsolie om seismisch onderzoek en exploratieboringen in het noordelijk deel van het district Koroni te verrichten, worden er nu diverse informatiebijeenkomsten gehouden, zodat de bewoners van het gebied op één lijn kunnen staan met het bedrijf.